Nou, we zijn na de wedstrijd van DVS Sparta Nijkerk maar even samen droog in de dugout gaan zitten, John. Normaal doen we geen interviews bij uitwedstrijden, maar ja, de mensen die dit kijken, die zullen weten dat we hier een hele mooie prestatie neergezet hebben. DVS is veilig, hè? Dat is goed om te noemen. Maar ook de uitslag, DVS wint met 1-5 van Sparta Nijkerk. Vertel het maar, John, wat is jouw verhaal? Nou, daar zijn we uiteraard ongelooflijk trots op, maar om te beginnen... Het veilig spelen, dat was het allerbelangrijkste. Dat we hebben de hele tijd op zitten hameren, natuurlijk afgelopen weken de hele tijd al. En ja, dat is die opluchting. Bij de derde goal dachten we van, ja, dit kan niet meer fout gaan. En nee. toen daalde het een beetje in van, jongens, we gaan het met z'n allen redden om ons veilig te spelen. Ja, die euforie was ook duidelijk te zien na het laatste fluitsignaal. Ze gingen er helemaal niet vanuit, die jongens. Er stond echt nog wel spanning op deze wedstrijd en een hoop energie gegeven vandaag. Ja, dat klopt. Maar wat we de hele competitie al zien, iedereen haalt punten. En vandaag hebben ook de meeste punten de meeste ploegen onderin hebben weer punten gehaald. Dus ja. We moesten het echt zelf gaan doen. En ja. Ja, het is fantastisch hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Kijk, als we naar de wedstrijd gaan, de eerste helft... Waren we bovenliggend, hebben we 3-4 echt hele goede kansen gehad en 1 goal gemaakt. Ja, bal op de lat. Adriaan Kruijzen nog een keer helemaal vrij, hè, in de 16 en zeker. Een goal. Ja. Dus daar had eigenlijk... Ik denk dat we een doelpuntje meer hadden kunnen maken voor rust. En dan hadden we na rust iets rustiger kunnen spelen. Want na rust heeft Sparta echt heel goed gespeeld. En zijn ze goed op komen zetten. En stonden we eigenlijk onder druk. Ja. Het balverliesmoment van ons... In een hele snelle omschakeling krijgen we hem dan tegen. Die viel eigenlijk op dat moment wel weer een beetje uit het niets, de goal. Daarna, we waren het even kwijt tijdens die tweede helft. En we waren aan het zoeken en we kwamen niet echt aan voetballen toe. Sparta had er hoog druk op. Tweede ballen voor Sparta op het middenveld. Dat was ja, dat lastig. Klopt. Dus wij kwamen nauwelijks op hun helft. En we zijn 1 keer eigenlijk op hun helft. En dat we wel gaan combineren. En we spelen Nick vrij. Ja. Nou, het was nog niet eens een kans natuurlijk. Maar hij schiet hem echt fantastisch met zijn linkerbeen in de middel. Nicky bijna dubbele cijfers ongeveer, denk ik. Ja, die kopt er een paar in dit seizoen. En nu dan met zijn chocoladebeen. Hele belangrijke voor DVS. Dat was voor ons natuurlijk het breekpunt. Dat het nog weer vertrouwen gaf. En hun extreem risico gingen nemen. Ja. En dat risico wat hun hebben genomen, hebben wij uitstekend uitgebuit. En hebben er nog 3 nagemaakt. Ja, ja. Nou, John, dit is een heugelijke dag voor DVS. Als je een beetje terugkijkt waar je begonnen bent. Wat doet het met jou zelf? We hebben het allemaal meegemaakt. De resultaten kwamen, het spel werd beter. En nu heb je het voor elkaar, handhaving. Ja, kijk. Vanaf het allereerste moment dat we het overnamen, heeft de druk opgestaan. We konden niks laten liggen. Wat ik net al zei, met al die... teams rondom ons heen. Iedereen haalt punten. En als je ziet met wat voor punten we nu staan en tegenstanders ook. We hadden er zoveel nodig. Dat we hebben eigenlijk elke week met mes op de keel gespeeld dat je moest winnen. Mm-hmm. En daar hebben die jongens echt fantastisch mee omgegaan. Ja. En dat hebben ze echt... Ja, beter kon bijna niet. Nee. Dus dat we dit op deze manier voor elkaar hebben gekregen, dat hadden we ook niet durven dromen. Nee, misschien ook wel eens goed om te zeggen, tenminste vanuit mijn kant. Er wordt nog wel eens gezegd, DVS heeft zich versterkt in de winterstop. Er zijn allemaal spelers bijgekomen. Maar als we heel eerlijk zijn, die hebben allebei denk ik een half uurtje gevoetbald. We hebben het echt gewoon gedaan met het team wat er stond. Ja, dat klopt. Kijk, die jongens die zijn echt gas aan het geven gegaan. En die jongens die er dan bij kwamen, dan lukt het echt moeilijk om aan te haken. Ja. Kijk, die kwamen uit een periode dat ze nog niet volledig fit waren. Mm-hmm. En het team dat ging door en die kwamen op zo'n niveau dat die jongens er gewoon niet aankwamen. Nee. Dus inderdaad hebben we het met de groep gedaan uiteindelijk die er al was. Ja. Klopt. Nou, de blijdschap overheerst na de handhaving. Het laatste waar ik nog aan denk is, we staan wel pole position aankomende zaterdag, als ik naar de stand kijk. Ja, dus wij gaan even genieten nu van het veilig spelen. Ja, en nu staan we in zo'n positie. Daar gaan we natuurlijk volgende week vol voor. Ja. Om ook de periode te gaan pakken. Ja. Daar mag nu de blik op. Ja, en dan worden de verloven even ingetrokken, de tickets geannuleerd. En dan, het kan een gek seizoen worden. Laten we het daar maar bij houden. Ja, dan kijk, ik ben tevreden met wat we nu bereikt hebben. Maar dat zou wel even de kers op de taart zijn als we dat volgende week ook nog een keer gaan,
gaan fixen. Super. Dit feestje is jullie van harte gegund. We hebben genoten en dankjewel voor dit gesprek. En tot volgende week. Ja, jullie ook bedankt voor jullie steun al die weken, man. Helemaal goed. Graag gedaan en tot volgende week.